In het district Brokopondo hebben 130 inwoners een Housing Incentive Certificate, HIC, ontvangen. Dit initiatief draagt bij aan het aanpakken van de huisvestingsproblematiek onder lagere inkomensgroepen. Met dit certificaat kunnen ontvangers subsidies krijgen voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van hun woningen. Het HIC-programma is onderdeel van het Affordable Housing Project, AHP. Dat wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank. Mark Romy, projectmanager Landelijke Woningbouwprogramma, deelde mee dat de subsidie waarvoor de mensen in aanmerking komen, $8,000 bedraagt. Dit bedrag hoeft niet terugbetaald te worden. Met dit geld kunnen zij een huis bouwen. Bij de overhandiging van de HIC's heeft gisteren ook de eerste steenlegging van een huis plaatsgevonden. Sa owa du moro tide, owa soro nu tu, tak une taki we du. De sa owa du tide tu, wa begin na a bouw fu oso. Tide owa oso, un brengen vork ba, wa begin na a eerste steenlegging, zodat u kan zien, tak sa owa taki, tak a jaar di si wa begin na a woning bouw. In Brokopondo, in het binnenland, we doen. In een korte toespraak zei minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat hiermee een belangrijke stap is gezet in het Affordable Housing Project. Een project is hier naar een verandering, een charme verandering in alibi voor Purusma in Sranang. En dit is een beurt die het district Brokopondo. En alles maar sakis maar certificaat tide sa kam me kwam begin na nga bouw fu wa ebi oso. Mi wan feliciteer ala desma. En mi wan wens uno heel veel succes in a uitvoering fu a bouw fu un oso. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte dat zijn regering in het hele land oplossingen wil bieden voor de woningproblematiek. Daarom doet de regering elk district aan. Daarom is het belangrijk om te komen wat voor jou alles is, maar niet alleen dat door te eten, dat het daarop gaat te eten. Daarom heb ik oplossingen. En we verkrijgen op Filipini oplossingen dat onrechtelijk Jakarta is voor backup onze problemen. Dat uno u poco pondo u ja zo niet hè en dat u kan veel oplossen in poco pondo. De bouw van de woningen zal vanaf deze maand op meerdere locaties gelijktijdig plaatsvinden.